De kopgroep die lang vooruit was in de Dutch Food Valley Classic wordt teruggepakt. Ook deze editie draait uit op een massasprint. Daar is de commando wagen. Wat een goede begeleiding van de politie. De jury gaat de sprint begeleiden. Daar komen de mannen. Daar komen de mannen door de bocht. Daar komt de sprint. De sprint van het complete peloton. De sprint van het peloton. Een prachtige aankomst gaat dat hier worden. Rabobank maakt tempo voor haar sprinter Graham Brown. Maar uiteindelijk is het Kenny van Hummel van Skill Shimano die de editie van 2009 wint. Voor Brown en Steven de Jong. Lokale trots Joachim Arissen wordt uiteindelijk 83ste op 2 minuut 16 van winnaar van Hummel. Vermoeid, hoe is het gegaan? Ja, ik had niet zo'n goede dag en toch finish gehaald. En nog wat voor mijn ploeg kunnen doen, dus een redelijke dag geweest. Neem de kijker er even in mee. Hoe ging het in de eerste fase van de wedstrijd? Nou, we reden al hard weg, want bij Wijk Duurstede gingen we de dijk op richting Amerongen, waar we wisten dat het ging breken. En dat gebeurde ook en ik zat in de eerste groep. Toch kwam alles weer bij elkaar en op de postbank werd ook weer doorgetrokken en de laatste keer viel het toch stil en massasprint dus. Op de postbank bij Arnhem moest Arissen lossen, een vervelend moment. Ja, ze reden gewoon hard omhoog en net de start van mij. Ik had gewoon echt geen goede dag, alleen bij het begin, de eerste 70 kilometer ging goed en daarna was het gewoon wat minder. En, ja, dan die klimmetjes merk ik gewoon met de jongens die hier allemaal rijden. Hoe is het om een thuiswedstrijd als het ware te rijden hier in Veenendaal en omgeving? Ja, schaaf. Ja? Het is mooi om te doen, veel bekenden langs de kant, familie en het is leuk. Ik hoop dat ik het nog eens mag doen. Is er geen extra druk die je dan krijgt of niet? Ja, nee, viel eigenlijk wel mee. Het is gewoon een zware koers en je weet dat je de mindere bent. En dan moet je het beste doen en dat hebben we vandaag gedaan. Wat merkte je van de laatste slotfase? Toen Rabobank en ik geloof Skill Shimano op een gegeven moment fix het gaspedaal intrapte. Hoe hard gaat het dan in zo'n peloton? Ja, ik weet het niet. Ik denk 50, 60. Ja. Wind meegaat misschien iets harder, wind tegen iets zachter. Maar die was een groepje weg, dus de gat moest gewoon rustig dichtgeweven worden voor Van Hummel. En dat hebben ze netjes gedaan. Je zei al, volgend jaar wil ik hem eigenlijk nog wel een keer rijden misschien. Zit dat erin? Wat is je toekomst dit jaar sowieso nog? Welke koersen ga je nog rijden, dat je zeker weet? Ik rij voorlopig nog ontzettend veel. Deze maand rij ik denk ik nog 10. Dus ik heb nog zat te doen. En dan gaan we naar het NK toe werken en daarna zullen we rust hebben. En dan nog augustus, september zal ik nog een keer nog aan de bak moeten. Wat ga je nou vanavond doen? Lekker eten, ik heb honger. Kenny van Hummel uit Elderen. Kenny van Hummel, de winnaar van de Dutch Food Valley Classic 2009.